Hallo, welkom trouwe review vrienden en vriendinnen. Hoe is het? Hier gaat het lekker. Eens even kijken wat onze Ahmed nu weer heeft opgestuurd. Goh, wat leuk. Een handmaaimachientje. Wat moet je daar nou mee? Ja. In je hand maaien. En een schaap in een zakkie. Make your first stuffed toys. Oh jezus. Ik moet een eigen knuffelbeest maken. Is dat een libelle of zo? Wat is dit? Hartstikke leuk. Laat ik even vertellen. Ik kan hem helemaal niet naaien. Jan zegt dat hij niet kan naaien. Ik bedoel met naald en draad, hè. En dan... Zo en... Zo, lijkt mij. Even kijken wat we hier hebben. Ja, nee. Hé? Dit is inderdaad nog een naaipatroontje. Weer een naaier van de schoonmoeder. Ik lekker aan het knippen ben. Hartstikke leuk hoor, echt, ik vermaak me. Hebben jullie al een abonnement genomen op dit kanaal? Want ik zit natuurlijk dit niet allemaal voor de katse fluit te doen. Want ja, het is natuurlijk wel leuk als ik ook abonnees heb. Dus kijk mag, helemaal geen enkel probleem, maar word ook even abonnee, joh. Nou, de eerste is geknipt. Weer een naaier van de schoonmoeder. Begin nou niet moeilijk te doen met leeftijdscategorie en zo, YouTube. Ik heb dit niet verzonnen. Ja, dit wordt dus een insect. Ja, oké. Okay. Dat is dus in diezelfde duim als bij de ukulele. Levensgevaarlijk dit. Maar goed. Hoe werkt het dan? Hoe? Och, nou is hij nog kapot gevallen ook. Weer een naaier van de schoonmoeder. Je pakt de naald en draad. Hij stikt hem op de naken. Weer een naaier. Een naaimachientje. Dat zou misschien best handig zijn op een of andere manier. Maar ik krijg het draad niet meer in het machientje. En... hij doet het wel, maar niet met een draadje erin. Ik krijg dat draadje er niet meer in. Helemaal gek van. Weer een naaier van de schoonmoeder. Denk ik een half uur met dat lopen vechten. Maar het draadje zit er weer in. Dus we kunnen eindelijk die, hoe heet het, jullie bellen in elkaar naaien. Als het goed is. Komt ie. Stuk. Weer een naaier van de schoonmoeder. Oh, het touwtje is er ook weer uit. Ik trek dit niet. Ik trek dit echt niet. Vlieg de naald eruit. Ik zweer het je. Ik moet me zo ongelooflijk bedwingen om dit apparaatje niet door dit huis heen te gooien. Wat is dit van een prachtig Chinees product. Weer een naaier van de schoon. Helemaal klaar mee. Aangezien ik dus het handnaaimachientje kapot heb gegooid. Tenminste, hij was al kapot, maar nu is alles kapot. Ik naai deze libellen met de hand wel een andere keer in elkaar. En dan review ik die op dat moment nu even niet. Ik review wel dit naaimachientje. Want luister, dit is zo'n akelig wanproduct. Ik zou hem niet eens aan mijn ex-schoonmoeder geven. Nou, dat zegt heel wat hoor, kan ik je vertellen. Ik weet niet welke haat-Chinees dit in elkaar heeft gezet. Oh, het werkt wel op je zenuwen. Helemaal klaar. Dus, dit Chinese naaimachientje, wat je uit de hand kan houden, werkt voor geen ene Chinese meter. Dus bij deze een 2 voor de gratis batterijen.